Twitter dan heeft 90 accounts verwijderd. Het zijn Nederlandse accounts van accounts die de trollen. Het zijn Nederlandse accounts die QAnon aanhangen, dat moet ik zeggen. En dat is die beweging die gelooft dat de wereld wordt geregeerd door schaduwregeringen die pedofiele netwerken beschermen. Het datajournalistieke platform Pointer die meldt dat zij onlangs onderzoek hebben gedaan en dat er 476 Nederlandse trollen zijn die op Twitter dat soort bizarre gedachtegoed de wereld inslingeren. Nou, er zijn dus nu 90 van dat soort accounts verwijderd, die onderdeel dus waren van die groep. En het totaal aantal volgers van die verwijderde profielen dat komt op 95.000. Het kan wel zijn dat daar dubbele accounts bij zitten, maar het is nogal een flinke aanhang hier dus in Nederland. En volgens Twitter is het een misleidende en gevaarlijke informatie en daarom zijn deze accounts nu verwijderd. En ook in Amerika hebben ze actie ondernomen, want andere misleidende informatie kwam van president Trump. Daar heeft Twitter wederom een melding gemaakt bij een van de berichten die Donald Trump de wereld in heeft geslingerd. Het gaat over een recent besluit van het Hoge Rechtshof over de verkiezingsregels in Pennsylvania. Donald Trump wilde graag dat dat versneld werd genomen, maar dat is niet het geval. En Trump die noemt dat heel gevaarlijk. Hij zegt dat het ongebreideld en ongehinderd vals spelen zal mogelijk maken. Maar Twitter zet er dus een waarschuwing bij. Pas op, dit klopt niet. Wat vinden jullie er eigenlijk van dat Twitter die rol steeds meer toch ook pakt met die desinformatie en het verwijderen van accounts? Ik vind dat heel wijs. Vind het heel wijs, want het is een heel belangrijk platform. En we moeten geen parallelle werelden gaan krijgen waar je daar dingen kunt uiten, kunt zeggen die gewoon zo in real life niet zouden mogen. En dit zijn hele gevaarlijke complottheorieën. En we hebben ook in Nederland gezien hoe er rappers zeggen van ja, dat geloof ik. Die worden dan weer gesteund door een partij als Forum voor Democratie. Dus dat je dan gewoon echt gaat zeggen, hey, dit zijn wel de feiten jongens. Hier moet je naar kijken en dit is een gevaarlijke theorie om aan te hangen, vind ik heel erg wijs. En jij bent het alleen maar eens. Hoorde ik net al. Iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid, maar niet iedereen heeft recht op zijn eigen feiten. Want feiten zijn onafhankelijk en die moeten ook bevestigd kunnen worden.